Zo, ik ben net terug van een tour. Even wat mensen vragen wat ze ervan vonden. Erik Lutij van Channel Connect, wat vond je van de tour? Ja, erg leuk. Echt in een speedcourse door de hallen heen. Veel gehoord, veel geleerd ook. Ik hoef zelf het een en ander niet meer te doen. Dankjewel, ik ga het opschrijven. Top. Gilbert Gooyers, een van de oprichters van CM. Wat vond je van de tour? Ik vond het een geweldige tour. Lekker snel, veel informatie. En ik heb echt daadwerkelijk dingen geleerd. Dus daar word ik blij van. Oké, wat viel je op? Nou ja, op een mobiele beurs over GSM staan verrassend veel auto's. Dus dat is wel mijn hele gewaarwording. Ja, ja. Dat gaat behoorlijk veranderen, die wereld. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het organiseren van de tour als CM. Ja, bedankt voor het kijken. Ja. En hey, de duurste investment die je even hebt gedaan, de CM.com. Was dat een mooi avontuur? Ja, ja, dat is een heel mooi avontuur. Heel wat tijd ingestoken, maar gelukkig kunnen we hem nu gaan gebruiken. Ja, en niet China Mobile. Gerard Top from Genital. Wat vond je van de tour? Ja, super. Ik vond het ontzettend leuk om de trends even op de hoofdlijnen te horen. Maar ook welke grote bedrijven erachter zitten. Nieuwe namen. Verrassend vond ik dat. En absoluut aan te raden. Fabienne Huygens van CM, wat vond je van de tour? Ik vond het geweldig hoe Vincent de tour op zich heeft genomen. Ik heb heel veel leuke dingen gezien. Ik heb als niet-techneut heel veel dingen bijgeleerd. Wat vond je nog meer leuk? Ja, vooral wat je zei over winners en losers in de industrie. Dat heb je gewoon als individu vaak niet in de gaten. En dat heb je eruit gehaald en dat zijn eye-openers. Zoals welke partijen? Nou, je gaf aan Intel die het toch wel eventjes heel moeilijk heeft. En Qualcomm die eigenlijk in iedere telefoon zit. Dat weet niemand. Ja, en daar zijn er nog een paar van geweest. Leuk.